Oké, gaan we doen. Ik ben Hielke en ik ga jullie in 90 seconden zoveel mogelijk laten zien van de opleiding Associate Degree Cybersecurity. Er zitten daar studenten, kom je mee? Wat is eigenlijk een Associate Degree? Een Associate Degree dat is een tweejarige hbo-opleiding op niveau 5, wat tussen een mbo niveau 4 en een bachelor, hbo-bachelor zit. Oké, dankjewel. Waar heb je gekozen voor deze opleiding? Omdat ik na 2 jaar de keuze heb om door te gaan studeren of te kunnen werken. En het is vooral een hele praktijkgerichte opleiding. Klinkt goed. En wat leer je hier? Je leert om kwetsbaarheden in het systeem van bedrijven te vinden en ze daardoor veiliger te maken. Oh, nice. Voor wie is het geschikt? Als je geïnteresseerd bent in digitale veiligheid, je in plaats van 4 maar 2 jaar wilt studeren en je gewoon lekker veel wilt doen. Oké. En wat moet je allemaal kunnen? Je moet goed kunnen samenwerken, een geduldig persoon zijn en een beetje van uitdaging houden. Top, bedankt. Hoe leer je hier? Nou, je werkt in een team aan een echte opdracht. En wij werken hier niet met toetsen, maar met projecten. En de kennis die je nodig hebt, die verga je eigenlijk tijdens de projecten. Oké, en wat kun jij ermee worden? Je bent ethical hacker worden, security consultant of security analyst. Interessant. Waarom heb je gekozen voor de HVA? Er zijn maar weinig hogescholen die deze opleiding aanbieden. Verder is een goede begeleiding en een fijne sfeer. Cool. Trouwens, wat kun je na je studie? Na je studie kun je gaan werken of je kunt ervoor kiezen om door te studeren en een verkorte hbo-opleiding te gaan volgen. Oké. Zo, dat was hem al. Wil je meer weten? Kijk de opleidingspagina of kom ik in kennis maken.